In deze video leg ik je uit hoe je de Entrip-account van Popnet Live instelt of wijzigt in Magnet Field. Ik gebruik Magnet Field 7 voor de uitleg. In voorgaande versies kan het configuratiescherm er net anders uitzien. Er wordt geadviseerd om altijd met de laatste versie van Magnet Field te werken. Voor het updaten van Magnet Field verwijs ik je graag naar een van de andere video's op ons kanaal. Start Magnet Field op en ga naar Configureer en Inmeten. Klik voor het aanpassen van de GNSS-configuratie op Data of selecteer de juiste configuratie in het menu Selecteer van Bibliotheek. Druk op Volgende tot het scherm Internetadres verschijnt. Voeg een nieuw adres toe. In de e-mail die je van Popnet Live Manager hebt ontvangen, staan de benodigde gegevens. Vul een naam in bij label en de Entripcaster en poortnummer bij adres. Zowel de inlog als het wachtwoord zijn persoonlijk en die vind je op de ontvangen e-mail. Bevestig daarna de gegevens door op het groene vinkje te klikken. Om terug te keren in het hoofdmenu moet je de configuratie bevestigen door middel van het groene vinkje. Verbind met de GNSS-ontvanger via Verbinden. Selecteer onder Netwerk het juiste mountpoint. Dat is voor alle ontvangers in principe net_MSM5. Met dit mountpoint krijg je correcties op het hoogste nauwkeurigheidsniveau voor de constellaties GPS, GLONASS, Galileo en Baidu. Als je een oud project opent om daarin nieuwe gegevens mee te verzamelen, kan het voorkomen dat daarin nog de verouderde Entrip-gegevens staan. Verander dit door de Entrip-verbinding te verbreken en bij de serverknop de juiste Entrip-server te selecteren. Daarna kan het juiste mountpoint weer geselecteerd worden.